nodig. Love it. Echt, oh my god. Heerlijke peri. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. Ik ben nog steeds bezig met mijn huisje leuk in te delen en op te knappen en te veranderen. Daar heb ik allerlei verschillende ditjes en datjes voor nodig. Dus dat is waarvoor ik vandaag heb geshopt bij Action. Ik moet zeggen, ik heb niet heel erg veel, want ik heb ook niet heel veel nodig. Ik heb echt even gekeken van, oké, wat is functioneel en leuk en cute? Snap je wat ik bedoel? Wat heb ik nog nodig? En het was toch niet meer zo heel veel. Maar wel hele leuke dingen. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog en abonneer ook zeker even op het kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik begin. Ik wil zeggen met mijn meest exciting aankoop. Maar dat weet ik niet. Ik ben heel erg excited over alles wat ik heb gekocht. Maar, dit is iets wat ik nu al een paar keer bij mijn Action heb gezien. Pampas. Toen dacht ik, weet je wat? Ik heb het nodig. Dus daar heb ik het gekocht. Het was, even kijken, het was bijna 6 euro volgens mij. 5,99. En hierachter, oh die zie je nu net niet. Maar hierachter heb ik dus een vaas en die is leeg. En daar wilde ik sowieso al pampas in doen. En nu denk ik van, wow, dit zal best wel groot zijn. Ik denk dat dat best wel leuk gaat zijn. Denk het wel. Dus dit is mijn eerste aankoop. Oké, mijn grootste aankoop is, en ik had echt niet verwacht dat ik dit zou kopen. Maar ik heb dus zo'n klein tafeltje met 3 poten. En dit is hoe de printer eruit ziet aan de bovenkant. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben ook van plan om mijn woonkamer aan te passen. Dat doe ik dan wel, zeg maar, als allerlaatste. Ik heb nu nog een paar dingen die ik hier nog wil doen. En even wil kijken hoe dat allemaal gaat uitpakken. En dan wil ik doorgaan naar mijn woonkamer. Ik denk wel dat het richting de herfst gaat worden. Want ik heb bijvoorbeeld ook geen tv. En die wil ik dan ook nog kopen. Maar dat doe ik meer richting herfst. Omdat ik dan ook wat meer tv ga kijken. Ik kijk sowieso bijna nooit tv. Dus dan denk ik van, oké, richting herfst, winter ga ik waarschijnlijk tv kijken. Dan kan ik ook wat meer, zeg maar, dat hoekje gaan inrichten. Nou zag ik dit. En ik weet natuurlijk dat als ik dit nu niet meeneem, dat het waarschijnlijk weggaat en nooit meer terugkomt. Of juist wel, maar je weet het gewoon niet bij Action. Dus ik heb hem meegenomen. Het was 10,95. Dus echt een hele goede prijs. Die salontafels die ik daar nu heb staan, die wil ik daar weg. En ik wil inderdaad een paar kleine tafeltjes bij elkaar. En dit leek me dan wel heel erg cute om dat er dan tussen te zetten. Maar mocht dat niet gebeuren, mocht ik daar toch iets anders voor verzinnen, dan vind ik dit ook heel leuk. Als een tafeltje dan hier een plantje opzetten ofzo. Maar dit is iets, weet je, dat kan je altijd overal neerzetten en het zal overal heel schattig uitzien. Maar dat was in ieder geval mijn gedachtegang. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik moet ook zeggen, ik heb zoveel meubels gezien nu bij Action. Echt meer dan normaal. Ik heb echt even getwijfeld om zo'n kast mee te nemen. Maar toen dacht ik, ja, ik weet ook niet precies hoe ik dat dan voor me zie. En of het wel gaat passen allemaal. Dus ik heb hem niet meegenomen. Maar mocht je op zoek zijn naar plankjes en van die kastjes, dan is Action nu wel echt een hele goeie daarvoor. Oké, dan heb ik een lampje gekocht. Heel cute. Oh, mijn kaartje is eraf. Maar dit lampje was 4,99. Ik vind hem heel leuk. Ik zag hem al een vorige keer, zag ik hem ook. Maar toen zag ik hem alleen in het groen. En waar ik hem wil neerzetten, daar heb ik al een groene vaas staan. En het leek me bij elkaar net even twee verschillende kleuren groen, waardoor het mij niet leuk leek. Maar nu zag ik dus dit lampje in het geel. En ik vind hem echt heel cute. Je ziet bijna zo'n soort blaadje hier. En aan de binnenkant, ja, je ziet het niet goed, maar er zit al een lampje in. Dus aan de onderkant heb je ook batterijen. En super stom, want ik dacht, oh mijn god, ik moet batterijen niet vergeten. En wat ben ik vergeten? Batterijen. Dus ik kan hem nu niet aanzetten om te laten zien hoe het eruit ziet, want ik heb geen batterijen hiervoor. Maar ik ga zo meteen dit lampje even op tafel neerzetten. Super ideaal ook, want er zitten natuurlijk geen draden aan. Dus je kan hem ook verschuiven. Maar je kan hem dus ook gewoon zo op tafel laten staan. Zonder dat je hoeft na te denken van, oh, heb ik wel een stopcontact en bla bla bla. Dus ik ben er heel erg blij mee. Althans hoop ik. Ik weet nog niet hoe die eruit ziet als die aan is. Maar zal wel vast wel leuk eruit zien. Dus dat vind ik heel erg cute. Oké, dan heb ik, ik wist echt van gekheid eigenlijk niet eens meer waar ik naar moest kijken. Maar dit potje hier, zo cute. Heel erg mooi. En hier ga ik denk ik even pasta in doen of zo. Het ziet er ook altijd heel erg leuk uit. Ik vind hem zo mooi. Ik twijfelde om echt 2 mee te nemen. Omdat ik hem zo mooi vond. Maar toen dacht ik, ik weet ook eigenlijk niet waar ik dit kan neerzetten. Want
Ik heb eigenlijk alles in de keukenkastjes en niet heel veel daarbuiten. En dat wil ik op zich wel graag zo houden. Dus misschien dat ik hier gewoon pasta in ga doen. Wel gewoon handig zo'n pot. En het ziet er toch ook wel schattig uit als je het kastje open doet. En deze was €2,99. Lekker groot. Echt heel mooi. Oké, en dan heb ik iets. Ik zeg net, ik heb niet zoveel buiten de kastjes. Maar dit komt wel buiten de kastjes in de keuken. Love it. Echt, oh my god. Dit is een bamboe spice rack. €8,95 kost dit. Ik ga dit even eruit pakken. En echt even kijken hoe dit eruit ziet. Oké, je kan hem inderdaad draaien. Oh, hij is heel mooi. Dit is toch ideaal? En dan kan ik dus mijn meest gebruikte kruiden hierin doen. En dit zo neerzetten. Ja, ik vind het echt ideaal. Ik vind hem heel mooi er ook uitzien. Jongens, dit was nog geen €9. Oeh, ik ben alleen bang om dit zeg maar nu heel erg heftig te gaan bewegen. Zodat ze niet omvallen. Maar ik vind het heel mooi. Oh, ik kan ook echt niet wachten om dit helemaal te vullen en te doen. Ik vind hem zo mooi. Ja, dit doet me toch wel dan wel denken dat ik dan mijn leven op orde heb. Wat ga ik er ook allemaal in doen? Echt geen idee. Maar ik heb er helemaal zin in. Oh, kijk maar blij zijn. Oké, ik doe hem even terug in de doos. Want ik ben echt bang dat hij dit kapot maakt. En dan heb ik eigenlijk alweer mijn laatste aankoop. Wow. Ik liep langs de geurkaarsen en die geur. Het is even een background story, want ik was even mijn smaak en mijn geur kwijt voor een paar dagen. En ik kwam daar binnen en ik wist niet wat me overkwam. Dus ik dacht, ik wil sowieso even een kaars mee. En toen zag ik deze en dit is van Sandalwood. Nu zit ik echt moeilijk na te denken, is dat dan het merk wat dit toen zo groot heeft gemaakt? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat dit heerlijk ruikt. Heerlijke peri. En kijk, aan de binnenkant heb je zo'n houten dingetje. En dus als je dit gaat aansteken, dan kan je zo hout horen knipperen. En dit ga ik dus in mijn slaapkamer op mijn nachtkastje neerzetten. En dan kan dat zo van die geluidjes gaan maken terwijl ik in bed lig. Fantastisch. Was €4,99. En dit was trouwens ook mijn laatste aankoop vandaag. Dus ik heb wel wat grotere dingen gekocht, maar niet zo heel veel. Ik moet ook zeggen, ik wist ook eigenlijk niet wat ik nog meer nodig had. En dit vond ik allemaal de leukste dingetjes. Anyways jongens, dan was dit de shoplog van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Onthoud wel, als je iets leuks hebt gezien, wacht dan niet te lang om naar Action te sprinten. Want voordat je het weet, is het uitverkocht. Dus nogmaals bedankt voor het kijken van deze video en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!